Vorige keer leek het schilderen eindeloos te duren. Maar we hebben eindelijk de woonkamer helemaal afgerond. Ons geheime wapen? Gewoon een flinke laag verf aanbrengen in één keer. De keuken was een stuk gemakkelijker vanwege het voorstrijken. En na slechts 2 lagen verf was deze helemaal klaar voor gebruik. Hoewel het schilderen voelde als een eindeloze klus, zijn we bijna klaar. Er is nog maar één klein stukje over dat we moeten aanpakken. We gaan vandaag de laatste keer verven in de gang. Wat gaan we nou doen eigenlijk? Verven. Oh. We moeten nog één keer voorstrijken en dan kunnen we het afmaken. En dan zijn we eindelijk klaar met het verven, want dan zijn we nu echt ook al, nou, volgens mij 2,5 week mee bezig. Ik vraag jullie wel om niet te schrikken van deze gigantische pukkel hier. Ja, dat is wel inderdaad een huge. Ja, ik heb hem maar uitgeknepen. Het is nog even geblesseerd. Maar ben je niet blij dat het dadelijk voorbij is? Ik ben echt helemaal klaar met het verven. Ja. Nogmaals, als je iets kan leren van deze video, voorstrijken. Dat wisten we al, schat, dat dat moest. Nou ja. Wij dachten, doen we wel 3 lagen eroverheen. Niet weten dat er 7 zijn dan zonder voorstrijken. We hebben serieus met eentje hebben we volgens mij 6 lagen opgesmeerd. Ja, zeker 7, denk ik, met die paars. Kijk, eigenwijs, het is soms ook heel goed. Want het kan je ook helpen om verder te komen met dingen. Want je bent gewoon eigenwijs en je doet het gewoon. Aan de andere kant kan het je soms ook even op. Ja, ik noem het meer eerder luiheid zelf. Nee, ik vond het gewoon eigenwijs. Ik vond het gewoon lui. Ik zag die instructies, ik dacht, hier heb ik geen zin in. Dat was het. We hadden geen kwast en we wilden gelijk gaan beginnen. Dus eigenlijk onze... Oké, dan zijn we ongeduldig. Vooral dat was het waarschijnlijk. Het was niet eens eigenwijsheid, het was ongeduld. En luiheid. Ik snap trouwens nu wel waarom mensen een schilder in huren. Ja, maar ik snap wel waarom mensen het doen. Ik zeg niet dat ik het zou doen. Als wij leggen in gelden, dan doen we het zo doen. Hallo, wij hebben leggen in gelden. We kunnen dit toch betalen? Als we geld te veel hadden, dan gingen we natuurlijk wel schilder in de huren. Niemand doet het voor zijn plezier zelf, toch? Weet ik niet. Er zijn mensen die dit denk ik wel leuk vinden. Ja, misschien een schilders. Kamer. Schilders, denk ik. Een kamer. Maar... Er waren wel veel mensen die zeiden van ja, 60 vierkante meter betaal je 1100 euro voor, bla bla bla. Toen dacht ik wel van ja, maar 60 vierkante meter betekent ook dat je maar 60 vierkante meter hoeft te schilderen. En bij te houden. Dus het is ook weer een besparing in die zin. Wij kijken dit soort dingen graag van de positieve kant. Dus dan weet je dat. We vroegen ons dus wel af hoe mensen dit deden die werken fulltime 40 uur voor een baas. Want we zien dus best wel wat mensen die dus al hierin zitten. Maar ik denk van, dit hele schilderwerk, dat duurde bij ons toch best wel lang. Of wij doen, ja oké, had wel een reden natuurlijk, maar... Alsnog, duurt het nog best wel lang, dan vraag ik me af. Doen die mensen het met heel veel mensen in één keer of zo? Of? Dan werken ze door de week. Ja, dan gaan ze in het weekend gaan ze klussen. Ja, dat snap ik, maar dan hebben ze nu toch, zitten ze nog steeds met van die muren die niet af zijn, lijkt me. Of ze huren iemand in die door de week komt. Ja, dat kan ook. Weet je niet zo goed. Naast het gebruik maken van voorstrijk, lazen we online dat het essentieel was om bij dit type muur veel verf in rechte banen naar beneden aan te brengen. Hoewel dit aanvankelijk niet goed leek te werken, zagen we uiteindelijk verschil na 2 lagen. Mede hierdoor en het voorstrijken hoefden we de gang maar 1 keer te verven. Het is een wrap. It's a wrap. We zijn klaar jongens. Oh. Er zijn nog wel dingetjes die we even moeten wegwerken, zoals wat spillage. Het is wel gedaan. Ik zie wel dat ik het een beetje heb gedaan. Hebben wij nog een klein rolletje of is het helemaal weg? Ik heb het wel dicht gedaan, dat zie ik niet. Oké, we gaan even opruimen. En nu is alles gedaan in de woonkamers. In alle kamers is geschilderd. Alles is, ja, je ziet eigenlijk niet zo heel veel verschil. Daarom is het ook zo irritant om dit te doen, omdat je niet zo heel veel verschil ziet. Al moet ik wel zeggen, het was natuurlijk al grijzig en nu is het echt wel wit. Schat, ik moet nog heel erg wennen aan dit uitzicht. Oh, helemaal vergeten. Terwijl de verf aan het opdrogen was, hebben wij het keukenblok in elkaar gezet. Ik ben van plan om thuis meer kookvideo's te gaan maken. We hebben een keuken en we hebben besloten om daar een keukenblok voor aan te schaffen bij IKEA. De zwarte. Ik weet even niet hoe die heet uit mijn hoofd. Hier in beeld. Maar die gaan we dus nu in elkaar zetten. Dit is oprecht echt een droom die uitkomt. Een eigen keukenblok in de keuken. Dit omdat ik meer foodvideo's wil gaan maken de komende tijd. En eindelijk heb ik ook de ruimte ervoor. Want in onze oude keuken was het toch best wel krapjes om te filmen. Hoewel we alles uitgemeten hadden, leek het keukenblok toch wat groter in de woonkamer als dat we dachten.
Hallo mensen, welkom bij een nieuwe vetgezellige kookvideo. Wat vind je ervan? Hij is groter gezond. Die ene die we toen wilden was net zo groot. Groot ding wel, hè? Ja, ik zat iets kleiner in mijn hoofd. Nee, dat is even groot. Ja. Maar ik vind hem ineens heel groot in de ruimte. Daarom zie je, in het begin denk je, oh, wel een grote ruimte. En dan ga je iets erin plaatsen en denk je, zo. Want we wilden heel graag eigen kookeiland. Vooral omdat jij je video's wil opnemen. Ja, omdat jij dat ook wel een idee. En ik heb het sowieso niet echt aan de eettafel zitten. Ik zit veel liever op de bal. Dus we dachten van, nou, we gaan gewoon een kookeiland. Maar nu denk ik wel van, zo, wel een kookeiland ineens in de ruimte. Ja, maar je kunt er wel een leuk schaaltje op zetten. Ja? Nee, ik dacht eigenlijk een mixer. Oh ja, dat is ook leuk. Dat is nog geinig. Ja. Maar ik kan hier ook wel, maar er kan hier wel veel onder. Ja. Ik ben wel benieuwd, want we willen aan de andere kant de stoelen. Twee barkrukken eigenlijk. Barkrukken, maar nou, echt we hebben ze nog niet. Bruine kroegbarkrukken toch? Van die rode beschadigde leren krukken. Nee. Oh. We wilden toch van die plusje dingen? Ja. Dit is mijn droom, dit wilde ik altijd al, zo'n ding. Staat wel leuk bij die zwarte... Ik vind het ook leuk bij de vloer passen. Ja? Ja. Dus je bent er blij mee? Ik ben er goed erbij. Ja, en dadelijk ook bij die kast die we hebben, de tv-meubel past ook wel bij. Naast dat we druk bezig waren in ons nieuwe huis, waren we ook in ons oude huis aan de slag om hem klaar te maken voor de verhuizing. Aangezien ons oude huis een sociale huurwoning is, wordt deze op de website van de woningbouw geplaatst. Enkele weken geleden hadden we een voorinspectie. En omdat we wat spullen wilden laten overnemen, hoopten we dat die snel beschikbaar zou zijn online. Gelukkig gebeurde dit snel. En kwam degene een week later kijken bij ons huis om te kijken of hij er wilde gaan wonen. En of hij alles wilde overnemen. Vandaag weten we hoeveel spullen we kunnen laten staan in ons huis. Ik koop eigenlijk alles, behalve alles wat we meenemen. Maar we gaan het zien. Ik ben benieuwd. Toch? Ik ook. Moet alleen nog even het een en ander wat netjes maken. Maar dat is zo gedaan, denk ik. Vriendelijke man die nog even gaat nadenken erover. Maar wel een beetje een rotsige situatie. Ja, hij was blij met de spullen. We hadden gezegd, €250 mag je in principe alles overnemen. En hij zei gelijk van, nou, dat vind ik wel een schappelijke prijs. Hij gaat er even over nadenken. We horen waarschijnlijk morgen of hij het wel of niet wil nemen. Ik gok, van wat ik heb gezien en hoe die praten erover, dacht ik van, ja, die gaat het wel nemen. Maar ik snapte wel even dat hij erover na wilde denken. Want dat deed hij altijd, zei hij, hè? Hij zei, ja, ik denk er altijd over dit soort dingen, wil ik altijd over nadenken. Maar ik denk dus dat ook wel handig is, toch? Als je toch zo'n keuze gaat maken. Ja, zeker. Het is uiteindelijk een keuze waar je voor de komende tijd gaat wonen. Zeker in deze tijden. Het is niet makkelijk om iets te krijgen. Dus nee. Toch wel gek eigenlijk, hè? Dat het dan nu ineens van iemand anders dadelijk gaat worden. Ja, maar hij vond wel mijn behang leuk. Ja, hij vond je behang in de keuken heel leuk, hè? Ja. Lekker vrolijk, zei hij. Nou, mooi. Dus morgen een kleine update daarover. We gaan nu even richting het huis, want we moeten even wat karton en zo wegwerken. Dat kunnen we beter hier doen dan dat we dat waar we nu wonen doen. Zo veel karton ook, joh. De klus waar niemand aan denkt, hè? Nee, dat is eigenlijk waar je als je aan het verhuizen bent niet aan denkt van, oh ja, ik wil nog gewoon karton wegwerken. Want hoe gaan we dat dan meenemen? Plastic zakken dan of zo? Ik denk het wel. Ik denk dat we, als we het los kunnen, we het niet gaan dragen. Nee. Zoals je kan zien op de achtergrond, hebben we een kast in de slaapkamer gezet. We zijn gegaan voor een IKEA pakskast van 1,50 meter breed. We hebben dus een 1,50 IKEA kast, de hoogste die er is. Zodat we eindelijk wat spullen kwijt kunnen. Want we doen het nu met een pakskast van 1 meter. En dan de meest ondiepe en de minst hoge. Dus dit wordt echt een zee van ruimte dat we ineens hebben. De kast staat, jongens. Doe me zo, schat. Want onze handgreepjes zijn weer niet geleverd. Dat heb ik altijd bij IKEA. Kijk, hanggedeelte. En? Als klap op de vuurpijl. Echt een enorme kast met lades. Laat de lades eens zien, kijk. Wat mooi, hè? Ben je er blij mee? Ja. Dit is wat je wilde. Ja, dat is fantastisch. Ik denk inderdaad niet dat wij genoeg kleding hebben om hierin te doen. Maar boven zou je ook wat dingetjes kwijt kunnen, toch? Ja, goed. Ik vind mij niet eens zo slecht staan zo hoor, trouwens. Ik ook niet. Dan zo het bed, toch? Zo. Mm-hmm. Oké, nou. Nu gaan we naar huis. Ik heb trek. Ik heb een hele dag hier gezien, trouwens, hè?
Zo, ochtends vroeg tot middags. S'avonds laat. Dat is inderdaad nu niet laat. Een van de dingen die ons het meest tegenviel van de verhuizing was het wegwerken van al het karton. We hadden nooit verwacht dat dat zoveel werk zou zijn. Oké, kijk. Dit zijn zakken en deze zakken moeten we nu naar de auto brengen. En dumpen. Nou, de zakken zelf niet, maar de inhoud. De inhoud, inderdaad. Dus dat. Nou, oké, let's go. Wat zijn er nou nog dingen die we moeten doen in het nieuwe huis en wat moeten we nog kopen? Ja, in principe eigenlijk is het wel klaar voor het meubilair. Ja. Yeah. En dan hebben we wel ook nog eigenlijk in die ruimte bij de wasmachine opbergen nodig. Ja. Kijk, dat kan in principe natuurlijk ook als het erin zit. Dat heeft niet per se onwijze haast. Willen we trouwens in de badkamer nog een douchegordijn? Maar jij zegt, er hangt een rails, maar er hangt geen rails. Ja, er hangt toch een... Ja, dat is een vierkant ding. Daar kun je niet dingen omheen hangen, hoor. Nee, oh. Oh ja, we moeten natuurlijk ook die ketting op de deur. Dat is trouwens echt geweldig. Wacht, dat ga ik even laten zien. Wat hebben wij hier? Dit hebben we er ooit op gedaan vanwege Freek. Want, nee, vanwege jou. Ja, oké. Okay. Vanwege mij en Freek... Omdat ik heel graag doorluchten wilde in deze kamer. Je hebt een hele verkeerde relatie met Freek. Jij wil hem buitensluiten. Nee, ik wilde heel graag in deze slaapkamer dat het doorgelucht werd. Maar ik wilde niet dat Freek naar binnen kwam. Omdat ik allergisch ben. Dus dan wil ik... deze kamer is sowieso heel klein. Dus als je daar met de deuren dicht slaapt... dan word je op een gegeven moment wakker zonder lucht. Nou, benauwd. Tenminste, ik. Ja, ik ook heel erg hoor. Benauwd. Dus dan wilde ik... daar schuifjes open hebben staan. Daar een schuif. En dan hier dit. Dan ging het zo net dicht. Ja. En dan had het zo de ruimte. Maar? En toen? Maar dus die, die man van de woningbouw. Die keek. En die zei, ja, dit moet je er ook nog afhalen. En toen keek hij ons zo aan. Toen zei hij, ja, eigenlijk ook een beetje raar. Zo'n slot aan de binnenkant. Dus ik schaamde me een beetje. Ik denk, ja, waarom zou hij denken dat we dit gekke... Een kettinkje hier hebben hangen. Ik denk dat die soort van... dat het in de bedroom dingen aan de keer gaan. Nee, ja, waarom zou je van binnenuit... Hij zei, ja, van binnenuit een slot is ook... Maar waarom zou je van buitenuit je... Ja, dat is ook raar, toch? Ja, omdat je mensen... Maar toen ging ik het proberen ik het uit te leggen... Dat ik er lucht door... Ik denk dat ik het raar vind eigenlijk andersom... Want dan kan ik jou hierin opsluiten. Dat zou dan een ding zijn dan, toch? Als je het vanuit buiten doet, dan kan ik jou hierin sluiten. Ja, dat is eigenlijk... Dat zou raarder zijn, vind ik persoonlijk. Maar ik vond het wel lollig, omdat het... ja... Ik was me een soort van aan het verantwoorden van die ketting. Ja. Toen zei hij, ja, maar hij keek ook wel naar zo van, ja, vanwege de kat, zal vast. Dan keek je er wel bij. Omdat ik jou daar buiten wilde houden of zo. Ja, ik weet het ook niet. Nee. Wat zouden jullie denken als je dit ziet op een slaapkamerdeur? Dus dan heb je dit, hè? Ja. Laat maar even weten, ik ben wel benieuwd naar jullie reacties. Gisteren hadden we stoelen besteld, voor aan ons kookeiland. Onverwachts waren ze vandaag al binnengekomen. Oh. Zo, fikse jongens. Goed. Gaat dat passen? Wacht even. Dan kun je makkelijk zien of het gaat passen, denk ik. Ah, dat past toch wel? Ja, maar ja, je gaat toch een kleiner krijgen dan dit. Het ziet er wel mooi uit trouwens. Het ziet er zeker mooi uit. Mooie kwaliteit. Oeh, zo, dat is inderdaad echt mooi. Maar kijk dan. Het ziet er wel fancy uit, inderdaad. Ja, mooie kwaliteit hoor. Zit ook wel lekker, denk ik. Moet je voelen. Nou, ik ben daar wel blij mee, denk ik. Wil je even elkaar zetten? Ja, het zijn fixes. Maar ja, wat wil je anders, schat? Ja, je zit wel echt lekker in, denk ik. Je wilt toch lekker zitten? Ja. Nou, volgens mij is het echt heel simpel in elkaar te zetten. Zo zie. De instructions. Handman, de schroevenman noemen ze die toch? Wie is dat? Weet ik niet. Huh? Ja, dat stond dat hij binnen kwam. Logisch, want het is heel kort. Het gaat er sowieso niet passen als we die lange zouden doen hier. Zijn dat wel prijzen dat je denkt, oh ja. Nederlands merk weer, dat is ook... dat is wel leuk, ja. Hoe bedoel je? Nou, het is een lekker stoeltje, hè? Zit er lekker, ja. Maar dit is top, toch? Want hier... Dat is prima. Dat is fantastisch. Ja. Mooi hoor. Leuk. Ik heb er volgens mij al meegenomen. Ja, ik vind ze wel echt fantastisch mooi. Viltjes eronder. Kijk, dus, nou, dat is perfect. Dat past leuk. Dat is perfect. Zo aansluit. Ja, dat is wel nice. Echt heel leuk, ja. Staat echt goed. Ja. Had ik niet verwacht die ook gezegd. Nee, ik ook niet echt. Ja, ze zitten wel echt lekker trouwens. Vultjes onder gedaan. Ja, maar ze zitten wel echt lekker. Ze zitten echt lekker, ja. Onze beentjes kunnen er weg. Ik zou zitten met mijn Chardonnay. Biologische frisdrankje.
helemaal blij mee. Ja, toch? Dat is echt leuk. Mooie kwaliteit. Het is echt mooie kwaliteit. Mooie stoelen. Ja. Het is 5 dagen voordat we gaan verhuizen. En we hebben het eigenlijk best wel goed voorbereid. Alleen had ik de afgelopen dagen echt het idee van... Ik voel zoveel stress. Eigenlijk hebben we dus niet zo heel veel meer te doen. En dat voelt een beetje gek, want dus ik ben nu aan het afwachten... totdat je naar dat andere huis kan. Kilene zie je aan nog wat dingen inpakken. Maar in principe ja, is het misschien hooguit een uurtje werk... om alles in te pakken wat we hier nog hebben staan. En dan moeten we natuurlijk nog wel wat dingen wegbrengen. Maar kijk... De vloer wordt overgenomen, alle apparaten in de keuken worden overgenomen die we niet meer wilden. We moeten 2 dingen weghalen, een plankje daar en in de badkamer nog een kastje. Nou, dat is allemaal niet zo heel erg een grote ramp. Dat is ook binnen 2 minuten gebeurd. Ja. En voor de rest gaat het de verhuiswagen alles doen. We betalen trouwens €745 om alles 5 minuten hier vandaan te brengen. En alles betekent de bank, dit matras, die kast, de tv-meubel en de tv en de wasmachine. Is wat prijzig, vind ik nu. Maar goed, ja, zeker als je bedenkt trouwens dat ik van Rotterdam hierheen ben gegaan. Was wel een beetje een slecht bedrijf, laten we eerlijk zijn. Nou, slecht, maar het was een beetje rouwdouwerig. Laten we het daar maar ophouden. Dat kostte €500 of 550 en dan was er zelfs nog een lift geregeld. Maar deze schijnen heel erg goed alles in te pakken, netjes te zijn. Wasmachine aansluiten, dus het is wel op zich zijn geld waard. Maar we nemen steeds minder mee als dat we in eerste instantie hadden gedacht. Dus alsnog hadden we het niet zelf kunnen doen, want die bank is gewoon echt heel zwaar. Maar ja, voor die prijs hadden we bijna een nieuwe bank bij IKEA kunnen kopen. En had Guylaine ook weer blij geweest. Maar goed, Freek is nog even lekker buiten aan het banjeren. Althans, hij zit trouwens half binnen. Hé, hey, zit je lekker buiten, liefie? Zit je lekker buiten? Vindt hij heerlijk, hoor. En ons was is hier aan het drogen. En we zijn nog een wasje aan het doen. Nou, hoe top. En zoals je ziet is Guylaine druk bezig met inpakken. Ja, ik wil ook nog een jas wegdoen trouwens. Wil je een jas wegdoen? Ja, er zit zo'n blijvende zweetlucht in. Nou, ik ruik helemaal geen zweet. Echt 0, niks. Ja, wel als ik hem aan heb, gaat die stinken. Nee, schat. Dat is echt zo. Is dit het autisme weer? Ja, het gaat echt stinken. Eerlijk, want ik ruik echt 0. Oké, doe hem aan. Dan wil ik het ruiken. Nee, ik ga hem nu in de warmte dragen, bedoel je? Oh, het is na een paar uur. Maar ik wil gewoon in de kledingbak. Ja, dat snap ik, maar het is wel zonde, toch? Ja, is het zonde? Blijkbaar niet. Ik wil hier naar zweet ruiken, dus. Nou, dan ga ik deze ook even doen, Matt. Zoals je wellicht op Instagram al hebt gezien, zijn we al verhuisd. Volgende week ga ik hier beelden van laten zien. Daarbij kopen we ook een kast en hebben we onverwachte oplevering van ons oude huis. Tot volgende week.